Hi, ik ben Lisa. In de komende minuten vertel ik je het belangrijkste wat je moet weten over je zakelijke YouTube-kanaal. Video wordt de komende tijd steeds belangrijker. Mark Zuckerberg zegt, binnen 5 jaar is de meeste content op Facebook video. Het komende jaar wordt essentieel om je videoboodschap via social media te verspreiden. Op hoofdlijnen biedt het organisaties veel meerwaarde. En daarom passen we in onze videocommunicatie YouTube ook zelf toe. YouTube heeft net als ieder medium zowel voordelen als ook nadelen. Allereerst is het handig om te weten dat YouTube een onderdeel is van Google. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Facebook en Google, die concurrenten van elkaar zijn. YouTube is een geweldige video-zoekmachine. Video's op YouTube worden ook vindbaar op Google. Het aardige van YouTube is dat je video's kosteloos wereldwijd beschikbaar en vindbaar zijn. YouTube-films kun je op alle computers en telefoons bekijken en je kan ze heel makkelijk delen, door bijvoorbeeld een linkje door te sturen of in websites te embedden. Ze stellen je in staat om je video's in alle resoluties nota bene gratis op te slaan en te gebruiken. Verder bieden ze uitgebreide mogelijkheden om video's vindbaar en zelfs verkoopbaar te maken voor degene die dit weten te benutten. Het platform is enorm populair. Wanneer je zelf actief bent in de communicatie, en met name voor een product of een organisatie, zal het je niet ontgaan zijn dat YouTube toenemend zakelijk ingezet wordt. Iedereen die dat wil, kan een YouTube-kanaal starten en daar video's etaleren. Door deze vrijheid is er ook een wildgroei van kanalen ontstaan. Wanneer je op YouTube de naam van een organisatie intypt, kom je heel vaak meerdere kanalen tegen die zichtbaar een slapend bestaan leiden. Vaak zonder bewust medeweten van de eigenaar. Wanneer een geïnteresseerde internetgebruiker op zoek gaat naar informatie over die organisatie, stuit men dus regelmatig op probeersels en die kunnen het contact beïnvloeden. Bij zakelijk gebruik is het uiteraard verstandig om dit goed te regelen. Het inrichten van een kanaal is gratis, maar de inrichting ervan kost tijd en vereist de nodige ervaring om alles ten behoeve van een goed functionerende communicatiemix toe te passen. Waar bestaat de meerwaarde van YouTube uit? Gemakkelijke deelbaarheid, vindbaarheid, videohosting, personalisatie, maar ook bezoekersstatistieken en mogelijkheden voor ondertiteling. Een YouTube-kanaal is vergelijkbaar met een website of een folder. Het is een logisch strategisch gereedschap dat je zo optimaal mogelijk benut ten behoeve van je communicatiemix. Wat kunnen wij op dit gebied betekenen? We kunnen je in ieder geval informeren zodat je eventuele problemen herkent en daarop kan anticiperen. We zijn een contentproducent en dus kunnen we je helpen met het vervaardigen van inhoud voor je marketingmix, communicatieplan en YouTube-kanaal. We zijn goed, snel en betrouwbaar en met Spotcast heb je iets unieks in handen. Maak daar gebruik van! Bij Spotcast wordt je product of dienst gepresenteerd of gedemonstreerd door een presentator, presentatrice of een heel team. De mogelijkheden daarvan zijn eindeloos. Het spreekt voor zich dat je dit in je social media kanalen, zoals YouTube, perfect kan integreren. Heb je behoefte aan meer informatie? Of wil je dat we je hiermee helpen? Neem dan contact met ons op. We zijn je graag van dienst.